dresscode. Vandaag ben ik in Capelle aan de IJssel bij het Comenius en die zijn heel trots op hun internationale business college. We beginnen eigenlijk het jaar, dat is misschien wel een van de leukste lessen. Alle jongens krijgen stropdassen en wij krijgen dan een sjaal. En ja, dan begin je met knopen en doen. En eigenlijk moet je vanaf dat moment op de donderdag altijd in pak naar school komen. Of ja, dames ook gewoon netjes, jurk, rokje, iets netjes in ieder geval. IBC is het International Business College. Dat kun je kiezen als je in HAVO 4 zit, voordat je naar HAVO 4 gaat. En wij doen dat met 2018 Learning. In 4 dagen doe je HAVO 4 en 1 dag is vrij voor het International Business College. Waar je bijzondere modules volgt die te maken hebben met ondernemerschap. Als je kiest voor het IBC moet je gaan solliciteren. Dus je schrijft echt een sollicitatiebrief en dan gaan ze kijken, ben jij geschikt om het IBC te doen? En ga je dat ook vol kunnen houden? Wij hebben een bedrijf dat recyclebare tassen verkoopt, die je ook nog eens kan opvouwen. Je kan hem zeg maar uitvouwen en dan is het gewoon een normale boodschappentas. Aan het begin HAVO 4 zijn begonnen met kijken welke producten wij eventueel leuk zouden vinden om te verkopen. Nadat we op de recyclebare tas waren uitgekomen, hebben wij deze ingekocht en verkocht. Eerst nog een ondernemersplan geschreven en nu hebben we de afsluitende aandeelhoudersvergadering al gehad en is er ongeveer de 60 cent winst gemaakt per aandeel. We hebben wel veel vragen gesteld over hoe wij dat nou Het is een soort persoonlijke ontwikkeling, dus ook het presenteren is heel belangrijk en naar zichzelf kijken. Daarin zie je ze ook heel erg groeien, dus als je kijkt wat ze aan het begin van HAVO 4 doen. Van halfwege HAVO 5 als het bedrijf afsluiten, zie je dat ze heel erg daarin zijn gegroeid. We noemen het buitenschools leren. Veel gebeurt wel op school, maar het is net anders. Het is niet van een docent voor de klas. Het is leren door zelf je bedrijfje op te starten. Je krijgt geen cijfers, maar je doet allerlei opdrachten. Je gaat de wereld in, je gaat op bedrijfsbezoek, stages. Op een andere manier. Ja, het is best nog uitgebreid. 4P's, inkoopbeleid, verkoopbeleid. Ik heb wel geleerd dat het echt heel veel werk is en dat je echt heel veel moet doen om echt een succesvol bedrijf op te richten en echt winst te maken. Dus ik heb het toch gekozen om zeg maar dan toch bij een bedrijf te gaan werken. Gewoon. Nee, ja, IBC is juist eigenlijk om te gaan kijken, oké, wil ik dit wel, lijkt het me leuk? Ook om de, ja, in HBO moet je toch ja, gaan kijken, oké, wat vind ik leuk om te doen? En door het IBC kan je al een beetje kijken van, oké, vind ik dit wel leuk? Of ga ik dit wel of ga ik dit niet doen? En dat verkleint de kans dat je eigenlijk de verkeerde studie gaat kiezen. Just move on. Wat draag je liever? Ik vind dit heel leuk voor 1 dag. Politiek correct antwoord. Watch out, just move on.